Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik stilstaan bij een onderwerp die ons allen aangaat. Als we het over het huwelijk hebben, dan kunnen sommigen zeggen, ja, dat geldt nog niet voor mij, want ik ben nog of te jong, of ik ben al getrouwd, of iets dergelijks. Wanneer we het hebben over andere onderwerpen, dan zullen er altijd mensen tussen zijn die zich niet aangesproken voelen, omdat dat onderwerp voor hen op dat moment misschien niet relevant zou zijn. Maar het onderwerp van vandaag is voor alle gelovigen heel belangrijk. Dit onderwerp is de weg die jij bewandelt naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dit onderwerp van vandaag is de reis die je aflegt om dichter bij Allah azza wa jalla te komen en om zijn tevredenheid te verkrijgen. En dat is iets wat wij noemen in het Arabisch het tadayyun. Het tadayyun is niks anders dan het praktiseren van je geloof in je dagelijks leven. De daden, de handelingen die je als gelovige verricht, vallen allemaal onder deze categorie, het tadayyun. We hebben het niet over het geloof. We hebben het niet over het dien, wat godsdienst betekent. Maar we hebben het over in de praktijk toepassen van het geloof, van die godsdienst die we aanhangen. Alhamdulillah, godsdienst is volmaakt. Godsdienst is heilig. Godsdienst is fouteloos. Waarom? Want het is van Allah azza wa jalla afkomstig. Op het moment dat we het hebben over het geloof, dan kunnen we één ding vaststellen met zekerheid. Het is in zijn totaliteit het geloof. Godsdienst is in zijn totaliteit volmaakt en fouteloos, omdat het goddelijk van aard is. Het is direct afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hoe wij ermee omgaan als gelovigen, als mensen, verschilt van persoon tot persoon. Van interpretatie tot interpretatie. En vandaag wil ik even een aantal categorieën behandelen waar wij als gelovigen afstand van moeten nemen. Als het gaat om het praktiseren van geloof. Het klinkt vreemd in de oren, maar aan het eind van deze preek zullen we begrijpen waarom wij afstand moeten nemen van bepaalde vormen van praktiseren. Of van het geloof praktiseren. En juist vast moeten houden aan de kern en de essentie. En de juiste manier van het praktiseren van het geloof. Want het geloof is gekomen om jou als mens gelukkig te maken. Het geloof is gekomen om jou als mens naar het goede te leiden. Het geloof is gekomen om jou duidelijkheid te verschaffen. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, yuridullah. Niet yuridu, wie dan ook. Een mens, een persoon. Of wie dan ook. Allah azza wa jalla zegt, Allah wil. Wat wil hij? Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah wil jullie duidelijkheid verschaffen. Wayahdiyakum. En jullie leiden. Zoals hij de volkeren voor jullie heeft geleid. Wayatuba alaykum. En jullie vergeven. Wallahu alimun hakim. Nogmaals. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah wil jullie vergeven. Wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati. En tamilu meilan azima. Degene die achter hun begeerten en lusten aangaan. Willen juist dat jullie van het rechte pad afdwalen. Dat jullie afwijkend gedrag zullen vertonen. Dat jullie van dat pad wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor ons heeft gewild, dat jullie daarvan gaan afwijken. Vervolgens zegt Allah, yuridullahu liyukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allah wil het voor jullie gemakkelijk maken. Dus op het moment dat jij het gevoel van benauwdheid hebt bij het praktiseren van het geloof, dan doe je een van de twee dingen fout. Of je begrijpt zelf het geloof verkeerd, of je past het verkeerd toe. Eén van de twee zaken. Het geloof is nooit gekomen om het voor jou moeilijk te maken. Om het voor jou benauwd te maken. Om jou ongelukkig te maken. Het geloof is gekomen, beste broeders en zusters, om jou van geluk te voorzien. Om jou van energie te voorzien. Om een betere mens te worden. En daarom blijf ik herhalen, om misverstanden te voorkomen. Het geloof is volmaakt. Is compleet. Is wat dat betreft fouteloos. Je kunt er niks in vinden wat niet goed is of wat niet oké is. Maar de praktijk van de persoon, de daden van de persoon, kunnen wel afwijkend zijn. En daarom zeggen we altijd, de islam is heilig, maar een moslim niet. En daarom blijft Allah azza wa jalla in de voorafgaande versen herhalen, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah wil het voor jullie vergemakkelijken. Allah subhanahu wa ta'ala wil jullie vergeven. Waarom? Omdat jullie mensen zijn met tekortkomingen en mensen zijn die fouten voortdurend zullen blijven maken, omdat dit de essentie is van mens. Je bent niet volmaakt, je bent niet compleet. Ik wil drie categorieën benoemen van soorten praktiseren van het geloof, waar wij afstand van moeten nemen. En dat wij met z'n allen gaan werken aan de juiste manier van het beleven, ervaren en in de praktijk toepassen van,
van het geloof. Eerste categorie, of eerste gedeelte, is tadayyun en marjoes, die aan alle kanten wankelt. Een soort geloof die enkel en alleen gebaseerd is op uiterlijke kenmerken, wat je ziet. En daarom zie je sommige broeders en zussen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen belonen voor de juiste intenties en hen naar het goede leiden, zie je alleen maar de focus leggen op de uiterlijke kenmerken. De uiterlijke van de kenmerken van een man of de uiterlijke kenmerken van een vrouw. Ik zeg niet dat dat onjuist is. Ik zeg niet dat uiterlijke kenmerken in de islam niet belangrijk zijn. Ik zeg alleen dat het niet juist is op het moment dat je de volledige focus legt op de uiterlijke kenmerken. Tijdens het gebed zijn sommigen alleen maar bezig hoe recht de rij is. Prima, is inderdaad iets wat de profeet heeft aanbevolen. Maar op het moment dat zoiets jou weerhoudt van de essentie van het geloof, op het moment dat zoiets jou weerhoudt van aanbidding die jou verbindt met Allah subhanahu wa ta'ala, dan begrijp je het niet op de juiste wijze. Zoals een aantal mensen ruzie kregen in de moskee over een aantal raka'at van Salat al-Tarawih. Sommigen zeiden 36, sommigen zeiden 24 en kregen ruzie onderling, waardoor de gemeenschap in twee groepen werd verdeeld. Ze gingen naar een geleerde en stelde hem deze vraag. Ja imam, wat is het juiste antwoord? Een groep zegt A en een groep zegt B. En daardoor is er ruzie ontstaan, oneenigheid. En de broeders in de moskee zijn in twee groepen verdeeld. Het antwoord was heel wijs. Al is dat niet een fikke antwoord, maar het is wel een wijze antwoord. Hij zei, jullie dienen de moskee te sluiten. Want het verrichten van tarawih gebeden is een sunnah. Is een iets wat aanbevolen is. En saamhorigheid en broederschap is wat? Is een verplichting in de sharia. Op het moment dat een verplichting ten koste gaat van de sunnah, dan laten we de sunnah en houden we vast aan de verplichting. Wanneer iemand de hele nacht doorbrengt in gebed en daardoor zich verslaapt voor Salat al-Fajr, kunnen we zeggen dat diegene het geloof heeft als eenmalig is geen probleem. Maar als het iets wat voortdurend voorkomt, iets wat consistent terugkomt, dan is diegene niet op de juiste manier Allah subhanahu wa ta'ala aan het aanbidden. Wanneer je broeders, je zusters aanvalt vanwege hun uiterlijke kenmerken en denkt daarmee dat je beter bent, dat je bij de geredde groep hoort, omdat je alleen maar een bepaalde kleding draagt of bepaalde uiterlijke kenmerken hebt, dan heb je die islam niet op de juiste wijze begrepen. Want de kern van het geloof is juist het geloof wat jou op een ander niveau brengt. Het geloof die ervoor zorgt dat je hart wordt gereinigd. Dat er in je hart geen sprake is van afgunst, van jaloezie, van haat, van wrok. Dat je bijna hoopt dat de ander de hel al-iyadu billah zal betreden. Door diegene constant aan te vallen. Door diegene alleen maar te bekritiseren, waardoor jij jezelf vergeet. En de essentie van geloof vergeet over te dragen. Doordat je alleen maar op de negatieve kanten de focus legt. Tweede categorie. Tweede categorie is tadayyun al-maqloob. Het tadayyun al-maqloob, geliefde broeders en zusters, is op het moment dat wij de prioriteiten niet op de juiste wijze stellen. Dat je het advies wat je wilt geven niet op de juiste wijze doet. Dat jij niet het juiste moment uitkiest om een advies uit te geven. Dat jij niet juist werkt aan de prioriteiten die de sharia ons heeft geleerd. Leer eerst de juiste aqida, alvorens je het gaat hebben over de meningsverschillen in aqida. Herstel jouw band met Allah subhanahu wa ta'ala, alvorens je andere mensen gaat bekritiseren en gaat labelen. Die is fasig, die is mubtadi', die is dwalend, die is niet op het juiste pad. De islam is niet gekomen om te labelen. De islam is gekomen zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn praktijk heeft toegepast. Zoals de Koran hem nauwkeurig beschrijft. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We hebben je slechts neergezonden als... Niet met barmhartigheid, als barmhartigheid. Manifestatie. En het is een belichaming van barmhartigheid in alles wat je doet. Zelfs wanneer je de ander bekritiseert. Zelfs wanneer je de ander probeert te adviseren. Zelfs wanneer je de ander probeert te corrigeren, doe je dat op de beste wijze. Zelfs wanneer je in dialoog gaat met andere mensen die totaal anders zijn dan jij. Die met jou van meningsverschillen over de essentie van het geloof, namelijk... De eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt over christenen en joden. وَلَا تُجَادِلُوا. Ga niet met hen in discussie. Behalve. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. En de mensen die de Arabische taal machtig zijn, begrijpen wat dit betekent. Waarom eerst Allah azawajal iets ontkent. En daarna met een uitzondering komt. Behalve met deze eigenschap. Behalve met deze kwaliteiten. Dienen jullie het gesprek met elkaar aan te gaan. En met anders gelovigen. En anders denkende. En de derde categorie, daar ga ik heel kort over zijn, gezien de tijd. Het tadayyun al-mahroos.
Je doet het alleen maar omdat je gecontroleerd wordt. Je bidt op de juiste wijze omdat je in de moskee bent. Je bidt alleen maar in aanwezigheid van je ouders. Je bidt zodat er andere mensen over jou kunnen zeggen, mashallah, het is een vrome persoon. Je bidt alleen maar wanneer je ogen op jou gericht zijn. Maar wanneer je alleen bent, dan schrijd je alle grenzen. Wanneer je alleen bent, dan hou je rekening met niets en niemand. Ook niet met Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ben je iemand die gecontroleerd wordt. Op het moment dat je onder controle bent, onder toezicht, dan laat je je beste kanten zien. Maar op het moment dat je alleen bent, dan zal een hele andere persoon, persoonlijkheid naar voren komen. Van deze drie categorieën moeten we afstand nemen. De categorie waar we aan moeten vasthouden, is de categorie waar de profeet sallallahu alaihi wasallam mee is gekomen. Anas ibn Malik zegt, ik heb hem altijd. Ik heb de profeet nog nooit gezien, behalve met een glimlach. De profeet sallallahu alaihi wasallam, die nog nooit iemand heeft uitgescholden. Die nog nooit tegen iemand heeft geschreeuwd. Altijd met wijsheid en kennis de islam heeft overgedragen. Niet alleen maar fronsend naar mensen kijken omdat ze anders zijn. Niet alleen maar voor mensen waarschuwen omdat ze andere opvattingen hebben. Niet voor mensen waarschuwen omdat ze andere betekenis geven aan bepaalde versen. Allen gebaseerd op de Koran en de Sunna. Maar omdat ze niet in lijn zijn met jouw ideeën, met jouw opvattingen, zijn ze slecht en minderwaardig. En slecht en dwalend. Is dit de islam die de profeet sallallahu alaihi wasallam met ons heeft gedeeld? Zien we dat intussen de metgezellen die elkaar uitroeien, die elkaar met allerlei labels bestempelen, dat hebben we niet in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam gezien, nog in de tijd van de vrome voorgangers. Deze ziekte is ontstaan op het moment dat wij de islam verkeerd hebben begrepen. Op het moment dat wij de focus leggen op uitzonderlijke situaties, op uitzonderingen, en zijn de essentie van het geloof vergeten. Laten we, barakallahu fikum, laten we de islam op de juiste wijze beleven. Zorg ervoor dat je glimlacht wanneer je aan de islam denkt. En niet alleen maar aan regeltjes en moeilijkheden en de hel en alsof dat een en al problemen uit problemen bestaat. Het geloof maakt je gelukkig. En een nashrahlijke sadrak. Middels de islam. Allah azza wa jalla zegt tegen de profeet, heb niet je borstkast verruimd. We hebben wel eens dat gevoel van benauwdheid. Maar de islam moet ervoor zorgen dat je je ontspan voelt. Op het moment dat je je broeders en zusters ziet, dat je bepaalde liefde voor ze ervaart. En niet alleen maar op hun fouten focust om ze vervolgens te bekritiseren. Dit is niet de islam, geliefde broeders en zusters, die wij van de profeet hebben meegekregen. En nu we aan het eind van het jaar zijn, is het heel belangrijk om even te reflecteren. Want wanneer wij het geloof praktiseren, dan wordt het een vanzelfsprekendheid. Een gewoonte. We doen het omdat we daaraan gewend zijn. En een moslim reflecteert. Denkt na. Wat heeft dit geloof mij opgebracht? Opgeleverd? Wat heeft dit geloof voor mij en mijn medemensen betekend? Hoe vaak glimlach ik naar mensen? En hoe vaak ben ik dienstbaar voor mijn ouders? Hoe ben ik in mijn omgang met mijn buren? Hoe ben ik in mijn omgang met mijn werkgever of met mijn werknemer? Hoe ben ik op school? Ben ik het voorbeeld waar mensen naar kunnen verwijzen? Of geef ik juist een heel ander vertekend beeld over de islam en over het moslim zijn. Mag Allah azza wa jalla ons allen naar het goede leiden. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons van wijsheid en kracht voorzien om het maximaal uit dit leven te halen. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om het geloof op de juiste wijze te praktiseren.